Dit is Tijd met Jezus, jouw dagelijkse Bijbelmoment. Luister in de stilte naar Gods stem. Vandaag luisteren we naar dit Bijbelwoord, 2 Korintiërs 5, vers 17. Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Wat valt je op aan deze woorden? Wat raakt je? Daarom ook is iemand die één met Christus is, een nieuwe schepping. Het oude is voorbij, het nieuwe is gekomen. Jij bent een nieuwe schepping. Door je verbondenheid met Jezus is er echt iets veranderd. Het oude leven is voorbij. Haat maakt plaats voor liefde. Duisternis maakt plaats voor licht. Blindheid maakt plaats voor nieuw zicht. Het oude is voorbij. Het nieuwe is gekomen. Leef nieuw. Bid deze woorden en blijf dan nog even in de stilte van Gods aanwezigheid. God, dank u voor alles wat nieuw is. In de naam van de Vader, en van de Zoon, en van de Heilige Geest. Amen.